Vandaag een antwoord op de vraag van Melanie. Melanie volgt al een tijdje een sterk in koolhydraten beperkt dieet. En dit gaat supergoed. Ze valt structureel, elke week valt ze af. En ze houdt haar gewicht nauwlettend in de gaten. Melanie begrijpt dat dingen zoals pepernoten nogal koolhydraatrijk snoepgoed niet echt handig is om te eten ten tijde van dit dieet. Dus bewust haalt ze dit soort dingen op dit moment de laatste tijd niet in huis. Afgelopen weekend zijn pepernoten toch in huis beland, want haar vriend nam een zak mee. Hoe leuk van hem. Nu is het zo dat Melanie daar toch niet vanaf kon blijven. Ook al had ze zich voorgenomen, nee, zit daar nou niet aan, want het gaat zo goed met het afvallen. Dat moet je niet doen, want ze beseft echt wel dat het eten van pepernoten iets zal doen met haar gewicht. Hoe weinig ze daarvan ook maar zal nemen, want ze volgt nu juist een koolhydraatbeperkt dieet. En pepernoten staan nou eenmaal bol van de koolhydraten, dus ze weet dat dit een effect zal hebben. Maar dit effect, wat ze uiteindelijk heeft ervaren, dat had ze niet verwacht. Melanie heeft namelijk maar één piepklein handje uit die hele zak genomen. Hier was ze super trots op, want dit lukt haar normaal gesproken nooit. Maar omdat het zo goed gaat met haar dieet en ze haar gewichtsverlies niet wilde verpesten, nam ze zich voor, oké, je neemt een paar pepernoten, eenmalig één handje. Dus ze was super trots. Maar haar blijdschap was al snel verdwenen toen ze, zoals ze elke dag doet, de volgende ochtend op de weegschaal ging staan. Want het effect in gewichtsverlies, wat ze die week al had bereikt, ze ziet gewoon elke dag haar gewicht een beetje dalen. Soms schommelt het een beetje, stagneert het een beetje, maar vaak ziet ze haar gewicht dalen. Het gewicht wat ze tot nu toe in die week had bereikt, was door dat ene handje pepernoten al teniet gedaan. Ze had het gewicht wat ze de voorgaande week ook had. Na dat ene handje pepernoten. Oké, ze snapt dat het koolhydraten waren. En ze snapt dat die niet in haar dieet thuis horen. Ze snapt ook dat ze dan wat minder afvalt wanneer ze toch een handje pepernoten neemt. Maar een handje pepernoten, hooguit 10 of zo, dat is maar een paar calorieën. Dus hoe kan dat? De mindering in calorieën die ze al die andere dagen prima had bewerkstelligd, waarmee dus dat gewichtsverlies ook bereikt was. Hoe kan dat ene handje pepernoten nou zorgen voor het tenietdoen van al het gewichtsverlies wat ze die week had bereikt? Dit begrijpt ze niet. Dus de vraag van Melanie is: hoe kan het nou dat één zo'n handje pepernoten zo'n groot effect heeft? Nou, Melanie, laten we eerst eens kijken wat er in jouw lijf gebeurt wanneer je een sterk in koolhydraat beperkt dieet volgt. Wanneer jij een sterk in koolhydraat beperkt dieet volgt, dan kan jouw lichaam niet meer de glucose in jouw bloedbaan opnemen in jouw cellen en die als brandstof gebruiken om energie uit te putten. En moet jouw lichaam een andere brandstofbron gaan kiezen? Vet is de voorkeursbrandstof. Maar wat beseffen we vaak niet? Jouw lichaam moet ook wel een lage bloedsuikerspiegel die niet te laag wordt in de bloedbaan behouden. Dat is de prioriteit van je lichaam. Dat is het overlevingsmechanisme van je lichaam. Jouw lichaam is altijd bezig een evenwicht genaamd homeostase te bewaken. En dat evenwicht, dat hangt samen met je bloedsuikerspiegel, je bloeddruk, het vochtgehalte in je bloedbaan, de osmolariteit, de hoeveelheid opgeloste stoffen in je bloedbaan en de zuurtegraad in je bloedbaan. Jouw lichaam moet dus altijd een bepaald gehalte aan glucose in jouw bloedbaan bewaken. Jij volgt een sterk in koolhydraten beperkt eetpatroon, wat maakt dat jouw lichaam voortdurend bezig is met een bepaald gehalte aan glucose wel in jouw bloedbaan te behouden. Dat doet jouw lichaam middels de afbraak van andere voedingsstoffen waar het dan weer glucose uit kan vormen. Maar wanneer jij een sterk in koolhydraat beperkt dieet volgt, dan zijn jouw glycogeenvoorraden, jouw koolhydraatvoorraden, zijn leeg.
Allah. Ook is jouw bloedsuikerspiegel dan laag. Dus het gehalte aan glucose in jouw lijf, het gehalte aan koolhydraten in jouw lijf, is op het moment dat jij een sterk in koolhydraten beperkt dieet volgt, is laag. Koolhydraten zijn zogenaamde hydrofiele, wateroplosbare voedingsstoffen. Voedingsstoffen met een hoge osmotische waarde. Dat wil zeggen dat zij een groot aantrekkend vermogen hebben dat de aanwezigheid van deze voedingsstoffen, koolhydraten, glucose in jouw lijf altijd daar waar die koolhydraten aanwezig zijn, een zeker gehalte aan vocht vereist. Het zijn wateroplosbare voedingsstoffen met een hoge osmotische waarde. Dat wil zeggen, daar waar glucose is, daar moet ook vocht zijn. Wanneer jij een sterk in koolhydraten beperkt dieet volgt, dan is het gehalte aan koolhydraten in je lijf, het gehalte aan glucose in je lijf is behoorlijk laag. Want als je een gewoon, regulier, koolhydraatbevattend dieet volgt, dan zijn je glycogeenvoorraden, je koolhydraatvoorraden altijd wel in enige mate gevuld. En heb je ook wel een zeker gehalte aan glucose in je bloedbaan. Dat is wanneer je al een tijdje een sterk in koolhydraten beperkt dieet volgt. Dat gehalte aan glucose in je bloedbaan is beduidend lager dan normaal gesproken. En die glycogeenvoorraden zijn leeg. Het gehalte aan koolhydraten, hydrofiele voedingsstoffen met een vocht- en wateraantrekkend vermogen, hoge osmotische waarde, is laag. Dat betekent dat jouw lichaamsvochtgehalte ook laag is. Wat gebeurt er wanneer jij één, maar één klein handje pepernoten neemt? Ja, dan eet jij iets met koolhydraten. Iets wat best wel rijk is aan koolhydraten. Deze koolhydraten worden verteerd in jouw spijsverteringskanaal en als moleculen glucose belanden deze koolhydraten in jouw bloedbaan. Het hormoon insuline wordt dan opeens weer afgegeven. De vetverbranding wordt even doorbroken, want daar is je lichaam dan niet mee bezig. De vetafbraak ook niet. En jouw lichaam denkt: hey, ik kan die glycogeenvoorraden, dat voorraadje koolhydraten, kan ik weer gaan vullen. Wanneer jij dan de volgende ochtend op de weegschaal gaat staan, dan zijn koolhydraten meer dan de dag daarvoor nog in jouw lijf. Samen met het vocht wat gebonden wordt, vastgehouden wordt wanneer koolhydraten, hydrofiele voedingsstoffen met een hoge osmotische waarde aanwezig zijn in jouw lijf. De dag voordat jij die pepernoten had gegeten, Melanie, had jij dus een laag lichaamsvochtgehalte omdat er helemaal niet veel hydrofiele voedingsstoffen met een hoge osmotische waarde in jouw lijf was. De ochtend daarna waren er wel wat meer hydrofiele voedingsstoffen met een hoge osmotische waarde in jouw lijf. En had jij dus een hoger vochtgehalte dan de voorgaande dag. En dus heb jij een stijging ten opzichte van de voorgaande dag gezien. En als je maar genoeg vocht vasthoudt, dan kan dat zelfs het effect van die hele week, wat je hebt gezien in gewichtsdaling, kan dat teniet doen. Maar Melanie, wat hoor je hieruit? De stijging in jouw gewicht was dus een stijging in vocht. Dat wil zeggen, wanneer jij die koolhydraten in jouw lijf gewoon weer opgebruikt en verbruikt en die voorraden uitput, dat jij dat vocht wat je nu eventjes vasthoudt wel weer kwijtraakt en dat jij dan gewoon weer een lager lichaamsvochtgehalte hebt. Weet dus Melanie, jij begreep niet hoe je van een handje pepernoten zo aan kan komen. Weet, dat is het vasthouden van vocht, wat koolhydraten, de aanwezigheid van koolhydraten, hydrofiele voedingsstoffen met een hoge osmotische waarde, altijd doen in jouw lijf. En wat dus heel erg sterk tot uiting komt wanneer daarvoor jouw lichaamsvochtgehalte laag was door een laag gehalte aan hydrofiele voedingsstoffen in jouw lijf.